In 2006 was de 14-jarige voormalige kindslaaf Om Prakash de winnaar van de Kindervredesprijs. Tijdens een plechtige en feestelijke ceremonie in de Ridderzaal in Den Haag nam hij de prijs in ontvangst uit handen van de Zuid-Afrikaanse oud-president de Klerk, die met Nelson Mandela in 1994 de Nobel Vredesprijs kreeg voor de afschaffing van de apartheid. It is my hope that this Peace Prize will grow in stature. And this young man is adding already to the stature of this Peace Prize. Congratulations, Om. Om Prakash, zelf jarenlang kindslaaf, was na zijn bevrijding persoonlijk verantwoordelijk voor het redden van honderden kinderen uit de greep van slavenhouders in zijn geboortestreek Rajasthan in India. Ruim 500 van hen kregen door Om Prakash een geboortebewijs, waardoor ze officieel een eigen identiteit kregen en naar school konden. En Om Prakash zorgde er ook nog eens voor dat onderwijs voor deze allerarmste kinderen echt helemaal gratis werd. Door een bijzondere live-uitzending op televisie en de enorme belangstelling van nationale en internationale media slaagde Kids Rights erin de internationale Kindervredesprijs en haar tweede winnaar bij vele honderden miljoenen mensen wereldwijd onder de aandacht te brengen. Ook na terugkomst in India bleek de waarde van de prijs. Om Prakash werd ontvangen door de Indiase president en kreeg van de Britse premier Gordon Brown een toezegging van 200 miljoen pond aan de Indiase regering voor onderwijs aan de allerarmsten. Een belangrijk middel in de strijd tegen kinderarbeid. Zo blijft Om Prakash, mede dankzij de Kindervredesprijs, een drijvende kracht en een inspiratie in de strijd voor de verbetering van de situatie van kwetsbare kinderen in India en in de hele wereld. International Challenge for Peace Prize मिलने के बाद में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के जितने भी नेता थे जितने भी लोगों से मैं मिला उन्होंने मेरी बात सुनी और सुनने के लिए अभी भी कई नेता तैयार हैं